Nederland dat we het ook per punt. Hallo. Dat we het ook per punt kunnen behandelen. Dus als eerste punt aan de waslijn, de anderhalve meter afstand. Wat vinden jullie daarvan? Ja, we hebben helemaal. We hebben allemaal anderhalve meter. Ik hoor je onzin. Maar dat is. Ja, dat kun je vinden inderdaad. Maar is daar misschien ook een vraag over? Ik heb nu al een beetje het gevoel dat ik alle punten ben langs ga en dat. Nou vind ik praten nooit vervelend. Behalve als ik slaap. Het volgende punt. Horeca is een bron van besmetting. Doe maar mensen, ik bijt niet. Ja, moet je voorplanten met anderhalf meter afstand? Moet je dan een piemel hebben van anderhalf meter? Dat is wel het beste. Ik ben heel benieuwd wat het panel hierop gaat antwoorden. Ik vind dat een hoogst interessante vraag. Wie wil de microfoon hiervoor hebben? Goeie vraag. Nou, ik weet toevallig dat zowel onze eigen overheid als ook de Australische overheid heeft geadviseerd om met mondkapje op anderhalve meter te gaan mastrueren. In een andere, vanuit ook nog een andere ruimte. Ik wil even wat dingetjes zeggen over de anderhalve meter. Het is met name onnodig en onwenselijk omdat het zorgt voor een gevoel van irreële angst, stress, onveiligheid of gevaar. Er verminderde cognitieve functies ontstaan door een gebrek aan aanraking. Er zodoende verhoogde kans op psychosociale schade ontstaat. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar en op anderhalf meter is het knap lastig. Als je een baby heel lang niet aanraakt, gaat hij gewoon dood. Gewoon door gebrek aan aanraking. Dus dat zal met ons volwassenen ook wel zo zijn. Dus raak elkaar lekker aan. Ja, goed? Dankjewel, Donna. Oké, Donna. Ik vond het een hele goede aftrap en een heel mooi antwoord, Nivart. Heel erg to the point, want daar gaat het om. Goed. Voelt nog iemand zich open? Ik hoor wel een hond, maar dat kan ik niet verstaan. Ik zie een vinger. Oh, we wetten met zo'n kabel inderdaad. Nou ja, whatever. Ja, vertel het. Nou, ik hoorde net zeggen over de mondkapjes dat het jullie persoonlijke mening is dat die beschermen. En ik dacht, misschien kun je dat met wat feiten toelichten. Onze mondkapjes, man. Een hele goeie, dankjewel. Nivart? Nou, er wordt beweerd dat mondkapjes beschermen, maar is dat wel de onomstotelijke waarheid? Er zijn in totaal 43 onderzoeken van Ärztenauf-Erklärung uit Duitsland, waarin aan wordt getoond dat mondkapjes helemaal niet helpen. Sterker nog, dat ze zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen. Stoffenmaskers hebben over het algemeen een slechte pasvorm, helpen daarom niet goed. Belangrijke, de poriën van de stof zijn wel duizendmaal groter dan het virus. Dat is echt waar. Ja. Je zou zeggen, baat het niet, dat schaadt het niet. Maar was dat maar waar? Het schaadt namelijk wel. Als we onze neus en mond bedekken, ademen we onze eigen uitgeademde lucht weer in. Dat leidt tot zuurstofgebrek. Mensen kunnen wekenlang zonder leven zonder voedsel, dagenlang zonder water, maar slechts minutenlang zonder zuurstof en ademhaling. Er zijn hersencellen die gewoon afsterven door zuurstofgebrek. Andere acute problemen die we kunnen krijgen door zuurstofgebrek zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, sufheid en concentratieproblemen. Kortom, mondkapjes hebben geen bewezen nut, maar zijn wel bewezen schadelijk. Ik heb nog een kleine toevoeging. Als je al een mondkapje gebruikt, ik bedoel, ik raad het echt af, maar mocht je dat doen, gebruik hem niet twee keer. Je stopt, er komen bacteriën in, je stopt je in je zak, die laat je lekker opwarmen. Nou, je weet wat dat met bacteriën doet, dan kunnen ze heerlijk in leven. Dan gaan ze groeien en dat stop je dan gewoon op je gezicht. Dat wil ik even toevoegen. Hey, dankjewel Roger. Oké, dankjewel. Dank jullie allebei. Ja. Nog even over die mondkapjes. Iedereen kent wel die blikvanger, daar gooi je blikken weer langs de weg. Nou, dat zijn die mondkapjes en zo. Dat zijn virusvangers. Het is niet weg. Dus dan zie je dus, ik zag op televisie een minister,
Je deed een mondkapje af, koolmees volgens mij. En dan ging je daar zo mee zwaaien. Maar wat gebeurt er dan? Dan ben je dus die druppeltjes, die ben je dus aan het verdampen. Dan krijg je allemaal virus. En dat zijn dus de mensen die aan ons vertellen dat we allemaal mondkapjes moeten dragen. Ja, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Oké, dankjewel voor de bijdrage. Heel goed. Dat was geen vraag, maar dat hoeft dan ook niet per se. Het gaat om informatie. Oké, eens kijken of ik iemand voorzichtig misschien de vingers zie opsteken. Even goed scannen in de menigte. Ja, daar. Ja, waar, Barbara? Oh, daar, Barbara. Ik kom bij je. Hoi. Wat je wil, dat staat je vrij. CERN kan ons redden. Ik hoor topvirologen en allerlei andere wetenschappen, alleen dan komt er zo'n berichtje onder schakel naar de RIVM voor de echte waarheid. Die hoor ik zeggen van je mag dit niet eens een vaccin noemen, omdat de methodiek experimenteel is en nog niet eerder zo is toegepast. Ik begrijp niet, ik ben zelf een spoorbijster, dat er ook in de media, et cetera, dat er geen enkel weerwoord wordt toegestaan. Hebben jullie daar een zin? Of jullie daar zicht op hebben, zegt hij op het laatst. Hielke, wil jij hem nemen? In het kort, de klassieke vaccins zoals we die kennen, die worden in je arm gespoten, die blijft er op een beperkte plek zitten. En dat is een verzwakte vorm van het virus zelf. Wat we nu ingespoten krijgen, is iets wat in een laboratorium is gemaakt. Het heeft niks met het virus zelf te maken, maar ze maken een spike-eiwit wat erop lijkt. En dat krijg je dan in je arm ingespoten. Dan moet je lichaam zelf die spike-eiwitten aan gaan maken. En dan moet je immuunsysteem, dus je eigen veranderde cellen, gaan aanvallen en op die manier dus leren je te verdedigen. Ja, maar het is dus niet een goedje waarmee je immuunsysteem het virus zelf tegenkomt. Dus in die zin is het gewoon geen klassiek vaccin. Het is een eerder getest. Dit is de eerste keer dat we het op mensen testen. Het is voorheen heel fout gegaan met dierproeven, met mRNA, maar ook met de adeno, genetisch gemodificeerd adenovirus, zoals AstraZeneca en Janssen en zo. En met de mRNA is het nog harder fout gegaan. Er kan ADE ontstaan, Antibody Dependent Enhancement. En dat, wat er bij de dieren gebeurde was, ze zijn dan beschermd tegen één variatie. Die is al weg. En komen ze een wild type, een andere variatie tegen. Ze gingen allemaal dood trouwens. En dan heb je nog AstraZeneca en Janssen. Dat is een genetisch gemodificeerd adenovirus van de chimpansee. En zo aangepast dat hij hetzelfde doel behaalt. In China hebben ze gewoon Sinovac en Sinopharm. Dat zijn traditionele vaccins. Dankjewel allebei. Is er nog een vraag? Is er nog een prangende vraag? En is er een opmerking of een vraag? Roger noemde net de Sinovac. Sinovac. De Chinezen hebben een onderzoek gepubliceerd waarin ze hun eigen mRNA-vaccin ontwikkelen. En daarmee zeggen ze van, die westerse vaccins, die zijn allemaal gebaseerd op dat spike-eiwit. En zij zeggen van, dit spike-eiwit, dat kan, als je dat heet ze, dat is een term, dat heet antilichaam versterkende werking. Ik ben slecht met een microfoon, word een beetje zenuwachtig van. Maar de Chinezen die zeggen, van die vaccins die wij gebruiken, die kunnen op lange termijn kunnen die ernstige gevolgen hebben. En daarom gebruiken zij dat stukje niet. Zij gebruiken een ander vaccin. Dat is wat Roger, wat jij probeerde uit te leggen. Dan vraag ik me van, waarom is dat? Waarom hebben die Chinezen een ander vaccin? Waar zeggen ze tegen ons van, ja, wat jullie doen, dat is stom. En nog één klein dingetje. Hij benoemde net dat dat een griepvaccin bijvoorbeeld, die blijft dus voor 95% in je arm zitten. Daar is de antistofreactie. Dat hij dat benoemt, ik weet niet of het daarom is, maar er is gebleken dat in de mRNA-vaccin en de adenovirusvaccins, dat die na 48 uur 75% door je hele lichaam zijn verspreid. Dat betekent dat die antistofreactie niet in de arm plaatsvindt, maar in het hele lichaam. Dat is niet helemaal als gepland. Maar het gaat best
Nee, het gaat weer helemaal niet goed, laat ik maar. Het is een wat ingewikkelde kant van het hele verhaal, van de hele kwestie. Wordt snel technisch, zoals jullie begrijpen. Dat hoort erbij. Maar zijn er nog andere vragen over andere onderwerpen? Misschien ja. Ik zal even. Een beetje naar voren, dat is makkelijk. Ja. Een klein beetje dat we elkaar tegemoet komen. Kun je nog een klein stukje. Sorry, er is een technische beperking. Dat snoer is wat kort. Ik heb een mededeling voor iedereen. Wij zijn echt op waarheden. Dat was hem. Veel plezier. Dankjewel. Je hebt iets te vragen. Ga je gang. Waarom is deze wereld zo kut? Waarom zoveel regels? Waarom bullshit? Ja. Ik kort lang verhaal kort. We zijn weer in een financiële crisis terechtgekomen. Eigenlijk waren we er niet uit. Vanaf 2008 krijgen we van de ECB elke dag 38 miljard, geloof ik. Elke maand? Nou ben ik even onzeker aan het worden. Maar we krijgen dus een financiële pomp van geld wat erin zou gaan. En dat zou stoppen. Maar het probleem is nooit opgelost. Dus nu zijn we opnieuw in een financiële crisis beland. Dus we hebben een verandering nodig. En dat is dus die Great Reset waar je misschien wel eens van gehoord hebt. Ja, de Great Reset. Oké, ik zit te scannen. Zijn er nog mensen die... Ja, heel vlak voor me. Ga je gang. Waarom is er geen 24 uur maatschappij gekomen? Vrijdag. Wat betekent dat precies? Dat je dus ook 's nachts de winkels open hebt en zo. Waardoor je dus file en alles oplost. Is dit een vraag waar jullie wat mee kunnen of is het valt het te veel erbuiten? Van de regel was een retorische vraag. Oké, het wordt. Oké, panel is even in verwarring. Kan ook gebeuren. Valt buiten het boekje. Oké. Geeft niet. Misschien een beetje zo. Ja, ik heb even overlegd. Klinkt heel formeel. Nog één vraag, de allerlaatste. Ik zie hier iemand. Ja. Kom naar je toe. Wat wil je vragen? Wat is het motief van de overheid voor mondkapjes? Waarom zouden ze dat willen als het niet werkt? Hele goede vraag, dank je. Ik ga naar de panel. Wie wil hem? Oh, sorry, niet hard. Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik weet niet hoe het met ons collectieve geheugen precies zit. Maar er is gezegd dat mondkapjes geen enkele bescherming bieden mogen inmiddels duidelijk zijn. Even kijken. Op een duur heeft Jaap van Dissel gezegd na een persconferentie. Het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou maar niet doen. Er moeten een week lang minstens 200.000 mensen een mondkapje dragen om misschien één besmetting te voorkomen. Ja, daarnaast is er op een duur ook gezegd tijdens een persconferentie waar de mondkapjes ons werden opgedrongen door, even kijken, hoe heet die mevrouw? Ja, het was in ieder geval van het mondkapjesoverleg van de burgemeesters en ministers. Vanuit het Veiligheidsraad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer op medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium een stevig onder de loep te nemen. En ook te kijken, wat zou je mee kunnen experimenteren? Ja, waaronder dus ook het, ja, voor bijvoorbeeld met mondkapjes. Ja. Ja, ondanks dat de overheid ook wel zei dat het misschien wel niet zo heel erg veel hielp, zou het wel een signaal afgeven en mensen bewust maken. In mijn ogen is dat dus om de angst aan te wakkeren. En of het nou echt hielp, dat was dan eigenlijk een beetje bijzaak. Dat was het experiment. Dat was het experiment, gedragsexperiment. Ja, daar kun je van alles over zeggen, maar zijn mensen dan bereid om dat te doen? Blijkbaar wel. Nou, het is ook zo dat ik ken zelf helaas meer mensen die zelfmoord hebben gepleegd dan die zijn overleden aan corona.
En ik moet eerlijk zeggen, zonder de mondkapjes had ik er dagen niet aan gedacht. Dus door de mondkapjes te zien, weet je dat er een pandemie is. En dat zit eigenlijk. Ja, we gaan nu afsluiten. Ik ben heel snel om. Nog eentje zet ze heel lief. Maar dan komt er nog weer eentje. Wij zijn de baas, maar we moeten even... Ja, 10 minuten schelen. Eigenlijk één kwam al laatste vraag. Dat is 10 minuten van één kwam. De groene pas. Ik vind dat extreem discriminerend. Dat is gewoon, als ik geen gif in mijn lichaam wil... Ja, en ik vertrouw op mijn immuunsysteem... Maar ik moet gif in mijn lichaam spuiten, dat ik maar moet vertrouwen dat de farmaceutische industrie het beste met mij voor heeft. Ik wil dat niet. Ik wil gewoon naar een festival of een restaurant of whatever. Als dat niet kan, word ik dik gediscrimineerd. En dat vind ik nog het meest verontrustend. Want dan komt de overheid aan mijn lijf, in mijn lijf zelfs. Ja, dat voelt als verkrachting. Dat voelt als verkrachting, jongens. Hallo, wakker worden. Serieus, willen jullie dit? Zulk soort discriminatie? En ik ken weet ik wel niet hoeveel mensen. Serieus, hoeveel mensen met vaccinatieschade? Serieus. De een kan zijn pik niet meer omhoog krijgen. De ander die heeft last van zijn hart. De ene zit de hele tijd en het wordt al erger. Ga je de hele dag zo... Ik bedoel, neem jij dat risico? Ik ken al een paar mensen die kunnen gewoon niet meer fietsen. Terwijl ze nog kilometers kunnen fietsen en fucking moe zijn. Jongens, willen jullie die risico? En wat gaat er gebeuren met onze toekomstige kinderen? Dankjewel. Toch? Geen therapie. Voor mij is testen hetzelfde. Dat is voor mij gewoon verkrachting. Dat ligt, ligt misschien ook aan mij. Echt? Jongens? Jongens? Nee, wij gaan niet afsluiten, hebben we bepaald met z'n allen. Oké. Dit was het. Goed om hier te zijn. Ik hoop voor jullie ook. Deze best een mooie dag in september 2021. Dit was De Naakte Waarheid. Yeah, perfect. Hello. Thank you so much, man. Thank you.